In het kader van Culturele Hoofdstad heeft Galerie Sofier 11 Friese schilders gevraagd het mooiste en bijzonderste van Friesland te schilderen. Van alle 11 kunstenaars heeft Galerie Sofier een portret gemaakt. Mijn passie. Eigenlijk van jongs af aan, eigenlijk al op de lagere school. Ik tekende heel graag en toen ik voor het eerst het woord kunstacademie hoorde, en dat was op de lagere school, wist ik eigenlijk dat ik daar naartoe wilde en dat ik wilde gaan schilderen. Het grappige was wel, na de HAVO heb ik toelatingsexamen gedaan en ik was nog heel jong en ik werd niet toegelaten, dus dat was een hele teleurstelling. Dus ik ben eerst naar de lerarenopleiding toen gegaan, in Leeuwarden dus. Dus zo ben ik hier ook beland. En daar kwam ik in een hele leuke groep mensen terecht. Ik zou eerst een jaar daar doen en vervolgens dan weer opnieuw de aanmelding voor de kunstacademie doen. Maar ik kwam in zo'n leuke groep mensen dat ik eerst die opleiding heb gedaan en vervolgens naar Utrecht ben gegaan. Samen met Hendrik Elings bijvoorbeeld. En daar heb ik de kunstacademie gedaan. Ook een hele leuke periode. Wat opviel voor mij was dat het wel heel anders was dan de lerarenopleiding tekenhandvaardigheid. In Utrecht kwam ik terecht op een toch best wel conceptuele opleiding. Terwijl wij eigenlijk op de lerarenopleiding veel ambachtelijke en traditionele bezig waren. Dus die overgang was best wel groot. Hè? Dus dat je toch in een heel ander klimaat terechtkomt. Waarbinnen eigenlijk het hele figuratieve eigenlijk niet zo goed kon. En het realistische. Dus ik weet, dus volgens mij was ik samen dus met Hendrik, waren wij een van de eersten die weer echt daar... toch figuratief en realistisch schilderden. En dat kon allemaal nog maar net. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Voornamelijk dus ook dus hoe anders de gedachten over kunst waren. En dat je daar ook op een heel andere manier naar kon kijken. En wat dat betreft ben ik dus heel blij dat ik uiteindelijk toch wel op zo'n opleiding ben terechtgekomen. Mijn inspiratie ligt eigenlijk heel dicht bij me. Gewoon wat mijn omgeving, alles waar ik mij verbonden mee voel. Hè, dus dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar het kan ook het landschappelijke zijn. Het kunnen mensen zijn in mijn omgeving. Het kunnen dingen zijn waar ik over nadenk. Gedichten die mij heel erg inspireren. Maar vooral echt dingen waar ik mij mee verbonden voel uit mijn omgeving. Hier achter mij hangt dus bijvoorbeeld een kopje en een lamp. En dat zijn eigenlijk ook objecten die ik gewoon al heel lang in mijn atelier heb. Waar ik mij eigenlijk op een bepaalde manier ook mee verbonden voel. Want het is mijn geschiedenis die daar ook in zit. In de verfspatten. Die erop komen en de barsjes die erin komen. En ik verbind het eigenlijk ook als het ware ook weer een beetje met mijn eigen geschiedenis, met mijn eigen leven. En net zoals dat kopje wat ouder wordt, word ik zelf ook wat ouder. En de barsjes die bij mij er komen, komen ook in het kopje. Wat ik graag wil schilderen is het uitzicht over de Ewal. En dan gezien vanuit alle bewoners die daar wonen, dus verschillende zichtpunten vanuit huiskamers over de Ewal, eigenlijk een heel oud stukje Leeuwarden. Dus dat is mijn idee. Maar eigenlijk net zoals de andere onderwerpen
Ja, wat inspireert mij is de verbinding die ik er zelf natuurlijk ook mee maak. Want ik loop hier dus al vanaf 86 door dit landschap. En ik ontmoet mensen hier en ik leef hier, ik woon hier. Aan de ene kant, het zal iedereen ongetwijfeld zeggen, is het natuurlijk ook de kaalheid en de wijdheid wat me opvalt in Friesland. En ook het... De leegte af en toe. Maar ik woon ook in de stad. Dus de stad, dat inspireert mij ook. De mensen die daar wonen. De gebouwen die er staan. De geschiedenis die het heeft. En het leuke ook. Wat ik zelf dan heb als ik door de straten van Leeuwarden loop. Dat ik het gevoel heb van ik loop hier gewoon al 30 jaar. Dus door deze straten. En met mij natuurlijk zoveel andere mensen. Het heeft heel veel geschiedenis. Heel veel cultuur, heel veel mooie oude panden, verborgen plekjes. En daarnaast, als ik dan weer terugkijk en ik kijk naar kunstenaars die ik zelf bewonder, dan kijk ik ook weer naar een Breitner. Hè, dus die ook heel veel stadsgezichten heeft geschilderd. En wat mij eigenlijk bij Breitner zo boeit is... is ten opzichte van zijn Franse tijdgenoten, is eigenlijk ook het bijna het sombere, het bruine, de modder, het regenachtige, de niet altijd de zonneschijn, maar ook dat stuk waar wij gewoon eigenlijk in Friesland natuurlijk ook mee te maken hebben, met ook best wel veel grijs weer en regen en modder en het gewone aardse. En dat inspireert mij eigenlijk wel heel veel. Ik ben inderdaad bij heel veel mensen binnen geweest op de Ewal. Dat mocht gelukkig. En ik heb hun uitzicht allemaal mogen bewonderen. En wat mij toen opviel was... dat die achterkant zo mooi was. Eigenlijk die verborgen plekjes. Dus dat je uit een raam kijkt en iets ziet van Leeuwarden wat ik normaal niet zie. De tuinen erachter, maar ook panden, plekjes. Een uitzicht vanaf de Ewal, maar dan niet de voorkant, maar eigenlijk dus de achterkant. En dat leek mij heel erg leuk.